Dat is zwaar. Dat was zo onverantwoordelijk, maar wel heel erg leuk. Oh, ik dacht echt precies hetzelfde. We moeten samen gaan tennissen. Verpest het nou niet, mama. Sorry. Het voelt gewoon zo goed om wraak te kunnen nemen op Cindy voor mijn poëzie. Dat is pas poëtische gerechtigheid. Pak aan, pennen, pikkende partyboomers. En niemand heeft ons gezien. Oh, de politie. We moeten naar de gevangenis. Doe het, mama. Doe dan iets. Oké. Doe de deur open en blijf kalm. Oké, snel. Blijf kalm? Hoe kan ik nou kalm blijven met de gestolen giraf in mijn kamer en oma Gent aan de deur? Chill, baby. Mama heeft een plan. Wauw, mam. Je hebt echt verrassend talent voor criminaliteit. Ach ja. Hallo, meneer de agent. Oh, dat is geen politie. Oh, wacht. Liv, ik ben Horen Dippeldorf van de overkant. We hebben niks gestolen. Oh, Holden. Holden. Ja, honger Holden. Jij had altijd tandpasta. Ik dacht dat jij op een kostschool zat. Ja, maar ik ben terug voor een weekend. Oh. En mijn tandpastaconsumptie is gehalveerd. Maar mijn moeder heeft me op pad gestuurd voor een grote giraf. Hebben jullie hem toevallig ergens gezien? Waarom zouden wij er iets van weten? Wij hebben hem niet gestolen. Natuurlijk niet. Maar je weet hoe ze is. En ze zit nu naar me te kijken. Dus als jullie gewoon heel hard met je hoofd schudden, dan kan ik weer weg. Oké. Niet te enthousiast. Straks bezeer je jezelf. Ha, toch. Wat een domper voor je moeder haar gigantische feest. We hebben geen feest. Oh, juist. Alleen een grote tent, catering en iedereen hier uit de buurt, behalve wij. Het is een nachtwaken. Oh. Heel veel sterkte met het verlies. Ja, mijn oom is overleden. Oh. Die giraf was een donatie van de regering van Kameroen om hem te bedanken voor zijn inspanning voor de dieren in het wild. Oh. Was dat alles? Dus je begrijpt wel dat mijn moeder een beetje gestrest is over dat giraffenbeeld. Natuurlijk. Wie doet er nou toch zoiets vreselijks? Nou, wij niet. Dus wij houden onze ogen open voor een Cameroense giraf. Dank je. En mocht je er een uit Kenia zien, dat is hem niet. Oh. Het is echt heel leuk om jullie... Wij hebben niks gestolen. Dit is vreemd, maar ik kan geen bestaand prehistorisch dier vinden dat meer dan 12 vingerkootjes had per vinger. Wow, denk jij wat ik nu denk? Dat wij die botten verkeerd in elkaar hebben gezet en dat het dier nooit bestaan heeft? Nee, dat wij een nieuwe soort hebben ontdekt. Oh, dat idee klinkt echt zoveel beter. En we noemen onze ontdekking de Parkersaurus. Meen je dat? Ik zat zelf meer te denken aan iets als de medidactiel. Weet je wat? Degene die de schedel vindt, mag de naam kiezen. Oké, goed plan. En weet je wat? Jij gaat verliezen, want ik ben als eerste bij de tunnels. Niet eerlijk. Je bent zo snel. Hoe kan ik je nu ooit nog inhalen?